Het Korps Penitentiaire Ambtenaren, KPA, heeft meer manschappen nodig. Het KPA-hoofd Regilio Bleid kaartte dit probleem aan bij justitieminister Kenneth Amoxi, die vandaag een werkbezoek bracht aan de strafinrichting Santo Boma. Het korpshoofd informeerde de bewindsman ook over de andere interne problemen waarmee het korps kampt. Amoxi zegt dat er al wordt gewerkt aan de aanpak van de obstakels. We moeten bijvoorbeeld kijken naar onderbezetting van de inrichtingen. We hebben nu bijkans 650 PA's. We hebben 173 recruten die straks af gaan zwaaien. Er is een projectie gemaakt dat we tenminste 1500 zoveel PA's moeten hebben. Dus we gaan moeten opleiden, dat gaan we ook doen. We hebben ook gesproken over de concentratie van de inrichtingen. Alleen maar in de stad en in Nikeri. We zouden tenminste in het oosten een centrum moeten hebben waar we ook mensen kunnen insluiten. Maar dat mensen die bijvoorbeeld in het oosten wonen, niet helemaal in eenzaamheid in Nikeri hun straffen moeten gaan uitzetten. Dus dat werkt ook psychisch op de mensen. Weet je, die frustratie willen we zoveel mogelijk terugdringen. Beleid zegt dat er sinds de komst van de coronapandemie sprake is van pieken en dalen van het criminaliteitsprobleem. Volgens de statistieken is gebleken dat er daadwerkelijk sprake is van verruwing van de criminaliteit. Maar, zegt Beleid, er is geen sprake van overvolle gevangenissen. Nee. Okay. Helemaal niet. Niet in Suriname. Nee. De gevangenissen van ons hier, ja. De vier, ze zijn niet overvol. Alle gevangenissen, maar wel overvolle cellen. Kunnen zijn. Omdat, waarom ik dat zeg, ik benadruk kunnen. Omdat, kijk, je neemt mensen gefaseerd op. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld vandaag 20 mensen opneemt en er komen 30. Dan heb je 10 meer. Maar volgend week neem je weer 20, dan heb je 10 minder. Ja. Ja, maar de gevangenissen zijn niet overvol. Beleid zegt dat het aantal manschappen naar 1500 man moet worden gebracht, zodat de organisatie adequaat kan functioneren. Amoxi zegt dat het traject om meer leden te werven al in werking is gebracht. Als alles goed zit, wordt begin 2022 een nieuwe lichting aangetrokken.